Nou, we zijn weer in Barneveld, we zijn weer in Matri. Vandaag een update. We nemen jullie mee in de creatie van een redelijk bijzondere vrachtauto. We zijn bezig met de Mercedes Arox zoals die hier staat. Ja, je zou het niet zeggen, maar dit is dus onze vrachtauto. Of dit was onze vrachtauto en dit wordt onze vrachtauto. De PFM Planet Roadshow. Dus de Mercedes Arox met daarop zometeen aan de achterzijde een uitschuifbare hydraulische container. Waarin we alle beelden, alle data, alle grafieken gaan laten zien op touchscreens, op techniek. En daarachter nog een trailer met een personenauto en de trotter. Nou, die trotter die gaan we binnenkort vormgeven. Dan gaan we de sensoren gaan we daarin hangen om te zien wat we allemaal gaan meten. De trailer die wordt gemaakt straks in Ommen bij Pacton. Dat komt ook later komt dat aan boord. De expendable container in Eersel die gaat vandaag of morgen ook in de productie. Maar hier bij Matri zijn we nog bezig met de vrachtauto. Nou, de vrachtauto kent een aantal uitdagingen. Op de eerste plaats hebben we ervoor gekozen om de cabine op te lengen. We gaan 900 mm verlenging toevoegen aan de Gigaspace cabine van Mercedes. Die wordt gecombineerd met de Big Space. Een heel proces gaan we jullie laten zien. Er komt een efferkraan op van 40 ton meter. Om zowel de container te kunnen oppakken, maar met name ook de trotter die op de aanhanger staat. En de trotter is eigenlijk gewoon een sensor. Die gaan we straks neerzetten binnen winkelgebieden, gebieden waar mensen lopen. Om real-time te kunnen demonstreren wat we meten en hoe dat er vervolgens uitziet in data, in grafieken, in interacties. En die combinatie, dat vormt de PFM Planet Roadshow. Met daaronder dus, waar we nu voor zijn, de vrachtauto. Hey Gert. Hey, goedemorgen. Hoop gebeurd hoor. Huh? Komt wel goed. Ja, natuurlijk. Heb jij de kraan ook al binnen of nog niet? Nee. Okay. Ik weet niet hoe dat nu gaat lopen, want Noord-Italië, hè? De fabriek staat daar ook. Is het zo? Ja, Bologna. Dat frame van jou en die kraanvoet anderhalve week last en zit in elkaar. Ja, is het zo? Dat gaat heel snel. Ja. Dus dat is. Want, ja. Ja. Dat valt voor mij. Ik vergeet die benamingen steeds, maar dit is de XL. Nee, dit is de Gigaspace. Weet jij dat? Vergeet het. Dat is een Giga naar Mega. Het, nee, Gigaspace nee, en de Big Space. Dus dit is al Big Space en dat is Giga. Zo is het, ja. Zo zit hij. Dat is het. Dus de Big Space combineren we met de Gigaspace cabine. Precies. En daardoor krijgen we die verhoging straks in dat dak. En dan blijven we als het goed is zo rond die 4 meter hangen. Ja, 3,85. 3,85. Dit is het spand wat straks op de achterzijde van de wand komt die erop. En de hoogte tussen het dak feitelijk en het oude dak is 14 centimeter. Dus je krijgt in het dak krijgt een hele mooie verhoging. En dit zijn standaard inkoopdelen bij Mercedes. En die worden dus gecombineerd in het plaatwerk met de oude cabine. Waar je straks de cabine aan optilt, die komt aan de onderzijde. Die komt midden onder, ja, en dan komt de cilinder onder, dan kantel hem dan straks mee. Ja, en die creëer je feitelijk zelf nu opnieuw, want die zit natuurlijk. Zit er niet onder, nee. Zit er nu niet meer voor. Ja. Dat is te zwak, die kan dat nooit beuren. Nee, snap ik. Ja, nou, want het gewicht is het inderdaad niet, maar het is momentum. Precies. De arm. Krijg maar arm, hè? Vroeger ook nog een gewicht zit achterin, dus. Gewicht zit achterin. Oude werktuig, hè? Komt boven. Ja, heb ik er toch nog iets aan? Oh, dat bedoel ik. Vroeger dacht ik altijd, ga ik ermee doen? Nu ben ik eruit. Ja, heb je het. Okay, nou, ooit komt het weer terug, hè? Opeens heb je het. Ooit komt het terug. We zijn inmiddels een paar weken onderweg. Ze hebben er een heel stuk tussen gezet inmiddels. Dus dit hele plaatwerk, dit hele deel, is er nu tussen gezet. De verstevigingen zitten aan de onderkant, de balken. Aan de achterwand is het oude plaatje, wat zeg maar de originele achterkant, die zit er weer tussen. Die is helemaal los geweest. Nieuwe plaatdelen in de bodem zijn er tussen onder gezet. En vervolgens het oude deel er weer tegenaan gelast. Nou, je kan nu aan de binnenkant krijg je goed te zien hoeveel ruimte we wel niet gaan krijgen. Dus hier tot hier heb je straks de bestuurdersstoel. En dit wordt eigenlijk de ruimte waarin we de kasten kwijt kunnen. Waarin we het kantoortje gaan bouwen. En waarin we alle schermen kwijt kunnen voor de werkplek. Dus het is fors als je het zo ziet. Het is echt wel een behoorlijk stuk wat we erbij gecreëerd hebben. Want dit, even kijken waar zitten we. Dit stukje
is 900 mm, ook deze. Dit is exact 900 mm, hier kan je het mooi zien. Dus deze lengte, die komt er nu tussen. Dus de combinatie straks, en daar zie je dus dat de hoogte gaan we gewoon 14 centimeter omhoog. Dat hebben we net opgemeten. Dus het wordt echt wel een mooi trappetje, zoals we dat ook bedacht hadden. Waarop we de inspiratie eigenlijk bij het modelletje van Simon Loos vandaan hebben. Dat gaat echt helemaal terugkomen in dat dak. Ja, en als je het zo ziet, is het natuurlijk een ongelofelijke bak werk. Hè? Mensen verklaren mij wel eens voor gek van Bart, je hebt een nieuwe vrachtwagen gekocht. Wat de F ben je aan het doen? Waarom zaag je een nieuwe vrachtwagen in tweeën? En wat is daar het doel van? Waarom zou je dat doen? Nou, dit is dus de reden. Dus dat we gewoon veel meer effectieve ruimte aan de binnenkant van de cabine willen creëren. En met die ruimte dus zometeen op zoek gaan naar hangkasten voor een beetje nette kleding. Dat je het niet in het kastje hoeft te proppen, omdat het de volgende dag nog een beetje uitziet. En op de tweede plaats, aan de achterzijde, hier helemaal aan het einde, een kantoor met één of twee gewoon goed ingerichte werkplekken. Dus dan heb je eigenlijk in de cabine altijd de mogelijkheden en de mogelijkheid om aan het werk te gaan. Dan ben je niet altijd afhankelijk van de container die erachter komt. Hier zit het normaal portier. Dan heb je normaal gesproken natuurlijk wel iets nog aan de ruimte voor een bed in een vrachtauto met hier nog een kast. Dat is de standaard cabine, maar wij hebben ervoor gekozen om dus dit hele stuk eraan te lassen. En dat is nu work in progress, daar zijn ze nu mee bezig. En zoals je ziet, er moet nog gigantisch veel gebeuren. Het hele dak moet er nog op, de hele bezijpanelen moeten er uiteraard nog op. Ja, hell of a job, maar het wordt wel, je krijgt nu wel een redelijke impressie hoe groot het wordt. En laten we eerlijk zijn, fantastisch. We kunnen er volgens mij zelfs een pingpongtafel in zetten zometeen. Dus het ziet er goed uit. Dit is het dakdeel van het nieuwe stuk. Die zagen ze zometeen, slijpen ze hier ergens, slijpen ze die door. En het nieuwe deel, dat combineren ze dus op het oude plaatwerk. Nou, je ziet het. Klein beetje restafval. Goed voor de ijzerbak, toch? Uiteindelijk, kijk, dit komt er allemaal uit. Hebben we allemaal niet meer nodig. De oude luiken liggen op de grond. Oude zijpanelen. Afval. Ja, je ziet het op de achtergrond. Het komt helemaal goed. Het wordt fantastisch. Hij is nog lang niet klaar. Maar de komende weken blijven we de updates maken. We nemen jullie nog steeds mee in het hele proces. Niet alleen van de cabine. Straks ook van het chassis met de kraan, het interieur, de trailer, de container, de trotter. Nou, het houdt niet op. Het is echt nog wel even een paar maanden werk. Waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, wordt het juli, augustus. Dus het is nog eventjes. Het is inmiddels maart, begin maart. Veel te doen, hoop te doen, maar dan zometeen heb je ook wel echt wat. Het wordt, in mijn optiek wordt het een vrachtauto en een concept. Wat is de totaliteit ongelooflijk pakkend wordt. Gaaf, het wordt een bijzonder verhaal. We nemen jullie mee stap voor stap. En straks, als we gaan rijden, meld je vast aan en dan kom ik naar je toe. Ik zie je in de volgende.